De eerste presentatie is van Arjen Verhoef van Drentsch Overijssel Delta. Die is al een tijd lang met, ik weet niet hoe lang, al met ecologische effecten bezig. En die gaat ons daarin meenemen. Aan jou het woord. Ja, dankjewel. Ik krijg ietsje meer tijd, maar toch heb ik het gevoel dat ik onder grote tijdsdruk sta. Want we willen ook nog wat vragen aan het einde natuurlijk beantwoorden. Ik zal er daar vrij snel doorheen gaan. Het spektakelstuk zit ook aan het einde, dus daar willen we met z'n allen natuurlijk ook kennis van nemen. Even kijken, hoe ga ik dan verder, want dat is dan wel even belangrijk. Deze, juist. Oké, de systematiek voor het bepalen van de ecologische effecten die is beschreven in STOA 2016-15. En in grote lijnen komt het op het volgende neer. In de eerste stap kijk je waar verwacht je de meeste risico's in je watersysteem. Vervolgens ga je daar monsters nemen en dan ga je twee sporen in om de effecten te duiden. En het linkerspoor, dat zijn de bioassays, dus labtesten. Het is al eerder gevallen vanochtend, Herman heeft al iets over gezegd, daar kun je een stimoniescore uitberekenen uit het resultaat van die labtesten. En die kun je vervolgens gaan toetsen aan de signaalwaarde. Het andere spoor, het rechterspoor, dat zijn de chemische analyses. Voor heel veel stoffen is een chemische toxiciteitswaarde bekend, een MS-PAF. En door die van de totale monster van al die stoffen bij elkaar op te tellen, nou, dat gaat iets ingewikkelder dan optellen, kom je tot een totale MS-PAF, een totale toxische druk op basis van de chemische analyses. Nou, komt dan weer bij elkaar en dat leidt dan tot een risico-indeling. En in dit geval is dat uitgedrukt in stoplichten, groen, oranje of rood. De derde stap hebben wij niet gedaan, dat is een verdiepingsslag, dus daar ga ik nu ook maar verder niet op in. Nog even de meerwaarde. Die effectmetingen zijn echt aanvullend op de klassieke methode, hè, waarin we steekmonsters nemen van het oppervlaktewater en dan toetsen aan normen, voor zover die normen ook beschikbaar zijn. En het grote voordeel ook hierbij zit hem ook in de monstermethodiek, want dat gaat met passive samplers. En die samplers die worden 6 weken in het watersysteem uitgehangen. Is adsorptiemateriaal, daar concentreer je de stoffen op en dat betekent dus dat je ook stoffen in lagere concentraties kunt meten en ook dus meer stoffen kunt identificeren. Daarnaast geeft het natuurlijk een beeld over een langere periode, over 6 weken. Dus eventuele pieken die je met de steekmonster mist, die kun je met deze methodiek wel meenemen. Dus die komen allemaal in het monster terecht. Als je dan, derde punt, kijkt naar de effecten, de biologische effecten, dan bepaal je dus de effecten ook van stoffen die we eigenlijk helemaal niet kennen, onbekende stoffen. En je bepaalt de effecten van het monster in zich heel. En het mengsel kon nog wel schiftiger zijn dan de som der delen, dus dat is ook goed om dan te weten. De reden waarom we dit onderzoek hebben gedaan, ons algemeen bestuur heeft in 2016 het beleid vastgesteld voor een periode van 2 jaar. En een belangrijk onderdeel van het beleid is dat we een onderzoek uitvoeren naar, in feite van binnen het watersysteem, waar doen zich nu de risico's voor? Kun je die ook doelmatig reduceren en met wat voor maatregelen? En goed om te realiseren, we zijn hiermee vertrokken, dat heeft het algemeen bestuur ook op die manier vastgesteld, op basis van het voorzorgsbeginsel. We hebben namelijk niet de indruk dat de toxiciteit bepalend is voor het behalen van de KW-doelen, op de manier zoals de KW-doelen ook worden vastgesteld, hè, de toestand. Daar zijn andere ecologische sleutelfactoren waarschijnlijk dominanter in. Het gaat ons dan ook niet zozeer om de absolute toxiciteit en de absolute effecten op het ecosysteem, maar meer om de relatieve effecten onderling. Waar zit de hoogste toxische druk binnen het systeem? Nou, dan hadden we 3 onderzoeksvragen. Ten eerste, zijn de effecten aantoonbaar? En zo ja, kun je ze dan ook duiden? Nou, voor de duiden kun je dus bijvoorbeeld doen met de Simoni-score. Maar wat ik al aangaf, eigenlijk vinden we het nog belangrijker, dat relatief, van waar zit nou de meeste toxische druk binnen het watersysteem. En dat willen we zowel doen met onze interne meetpunten, als ook met meetpunten elders in de landen, voor zover dat die beschikbaar zijn uiteraard. En als laatste willen we natuurlijk uiteindelijk ook wel graag weten, waar wordt die toxische druk dan door veroorzaakt, door wat voor stoffen of stofgroepen. Het is een samenwerkingsproject van de Rijn-Oost-waterschappen. In 2016 zijn Drentsch Overijssel Delta en Vallei en Veluwe zijn al vast begonnen met metingen. Die resultaten zijn beschikbaar, daar gaat de presentatie over. In 2017 zijn door alle waterschappen metingen uitgevoerd. Nou, die zijn helaas nog niet beschikbaar, dus die kan ik nu nog niet meenemen. Het project is uitgevoerd door AdEco-advies, Anja Derksen. En de testen zijn aan diverse laboratoria uitbesteed, chemische analyses en de biologische analyses.
Iets over de omvang. In 2016 zijn er 14 locaties onderzocht, waarvan er 9 vlakbij het logischpunt van de RST lagen. En de andere, ja, dat heeft de overige belasting, zoals landbouwdruk of het inlaten van rivierwater. In 2017 zijn 24 locaties onderzocht, waarvan 14 bij RST's. En ongeveer de helft van de locaties hebben we meervoudig gemeten en de andere helft hebben we maar 1 meting gedaan. In totaal zijn 51 metingen straks beschikbaar. Nou, wat kost dat dan? Grofweg loopt het tegen de 6.000 euro aan, waarbij dus duidelijk is dat het accent ligt op de chemische analyses. We hebben ook een breed pakket daarvoor gehanteerd. Nou, daar moet je ongeveer op rekenen, orde grootte. Het eerste spoor, chemisch spoor, de methodiek, de chemische analyse. We hebben breed gemeten 300 stoffen, waarvan dus echt het merendeel gewasbeschermingsmiddelen. Overigens is dat alleen gedaan in het gebied van Drentse Overijssel Delta. Plein Veluwe, die heeft meer de focus gelegd op de geneesmiddelen en de overige stoffen. En we hebben eigenlijk 2 test samples gebruikt, dus PDIS en de siliconenrubber. De extracten daarvan die zijn geanalyseerd en geëxtraheerd. Die concentraties zijn teruggerekend naar oppervlaktewater. En vervolgens is gekeken hoe hoog is de toxische druk aan de hand van die verschillende stoffen en die MS-PAF-scores. En we hebben ook meegegeven van het oppervlaktewater zelf. En daar hebben we de MS-PAF-score ook voor berekend. Nou, vervolgens de beoordeling. Die MS-PAF loopt van 0 tot 100%. Als het beneden de 0,5% is, dan is er geen risico voor waarloosbaar risico. Boven het 0,5% verhoogt de toxiciteit en boven de 10% kun je ook echt effecten in het ecosysteem verwachten. De resultaten van de gehalte zoals teruggerekend zijn naar het oppervlaktewater. Dit zijn de geneesmiddelen. Wat hierbij opvalt is dat er overal, dat zijn de getalletjes, overal worden wel geneesmiddelen aangetroffen. Bij RST's maar ook elders. Maar de hoogste pieken die liggen, het is niet eenduidig, maar de hoogste pieken liggen in het algemeen bij de locaties waar RST's lozen op een kleiner water. Nou, dat is vrij logisch. Dit zijn de resultaten van de gewasbeschermingsmiddelen. Wat hier aan opvalt is voor degenen die de ijsschaal in de gaten hebben gehouden, dat de concentraties veel hoger zijn. Dat ook het aantal gewasbeschermingsmiddelen hoger is, maar we hebben er ook veel meer geanalyseerd, dus dat is niet zo gek. Wat verder opvalt is dat... Het paarse blokje bij Smilde. Smilde is een akkerbouwgebied. Dat is een nematocide. Wordt gebruikt in bollenteelt en daar zit inderdaad ook een bollenkweker. Dus die kwam er duidelijk uit naar voren. Het derde staafje, het rode gedeelte, dat zijn de herbiciden. En dat is bij bijlen en dat wordt eigenlijk gedomineerd door het RWZT-effluent. Hadden we daar niet verwacht. Dit heeft inmiddels wel de aandacht van onze afdeling vergunningverlening en handhaving, want hoe komt dat daar op het triool uit? Dan de toxiciteit, de MS-PAF, die 10% daarboven kun je effecten verwachten. Dit zijn de individuele stoffen. Wat hierbij opvalt is dat, want dit zijn de stoffen die het meest toxische druk geven, die zijn alleen hier weergegeven, er zijn er veel meer. Er zit maar 1 geneesmiddel bij, dat is een antibioticum, en de rest zijn allemaal bestrijdingsmiddelen. Als we dit allemaal gaan optellen, ik ga nog even terug, Smilde. De tweede, dat is een akkerbouwgebied, die heeft dat lijkt een hele lage toxiciteit te hebben. Maar dat komt omdat er maar een selectie is van stoffen. Als je ze namelijk allemaal bij elkaar gaat optellen, dan zit Smilde dus... hier wou ik naartoe. Als je ze allemaal gaat optellen, dan krijg je de totale toxische druk van een monster. En dan zie je inderdaad Smilde, het akkerbouwgebied, als een van de hoogste scoren naast bijlen bij een RWZT. Wat je ook ziet, is dat die MS-PAF gedomineerd wordt door de bestrijdingsmiddelen, want dat zijn de oranje staafjes. Dus blauw is totaal, rood moet ik zeggen, dat zijn de bestrijdingsmiddelen. De geneesmiddelen zijn groen. Nou, die vind je onder de 10% dan, vind je ze her en der wel terug bij RWZT's, maar veel en veel lager in die toxiciteitsscore. Ze tellen eigenlijk nauwelijks mee. Dus toxiciteit wordt met name bepaald door bestrijdingsmiddelen. Het tweede spoor, dat zijn de bio-SC's. Even heel kort hierover. Er is een veldtest uitgevoerd. De Daphnia met watervlooien. Die worden dus uitgehangen in het watersysteem. En daarnaast een achttal bio-SC's die op het laboratorium worden uitgevoerd. Waaronder ook nog een antibiotica screenings-SC. En die bio-SC's die geven allemaal aan wat verschillende wijzen van toxiciteit, hè, verschillende eindpunten zoals we dat noemen.
die door verschillende type stoffen worden veroorzaakt. Dit zijn de resultaten. Wat hierbij opvalt, ten eerste die rode lijn, de rechte lijn, dat is dus die Simoni-score van 1, waarboven dus er een verhoogd ecologisch risico is. Boven die stippenlijn, daarboven is sprake van acceptabel ecologisch risico en daaronder verwaarloosbaar. Als je kijkt waar nu de hoogste toxiciteit zit, dat is dus bovenin bij de lange staafjes, dan valt op dat en naast de RST's ook een akkerbouwmeetpunt en een glastuinbouwmeetpunt tussen zit. Dus die toxiciteit die is daar vergelijkbaar. Als je helemaal onderin kijkt, dan zie je daar met name de meetpunten waar we water inlaten. Het zijn vanuit de Nederrijn, vanuit de IJssel. En daar ligt de toxiciteit beduidend lager. En wat ik hier nog even heb aangegeven, is rood omkaderd. Dat zijn de hotspots uit de hotspotanalyse, de nationale hotspotanalyse. Natuurlijk interessant om te weten hoe die scoren. Dan hebben we het hier niet alleen over geneesmiddelen. Je hebt het over gewasbeschermingsmiddelen en alles. En dan zie je dat de Nieuwe Wetering, dat is bij Heino, dat is op concentratie de hoogste hotspot in Nederland, allerhoogste. Maar die vind je hier dus niet terug. Niet op grond van die verwachting met geneesmiddelen alleen. Steenwijk Oosterzeil, die scoort, is ook een hotspot voor ons, scoort ook hoog, maar die scoort hoog vanwege het grote oppervlak. Die beïnvloedt namelijk de weerhebbende wieden. Dat zijn grote lappen met aan oppervlaktewater. Dus dat is een andere maatlat uit de hotspotanalyse en die, vanwege dat grote oppervlak scoort die daar hoog. Maar de concentratie is daar natuurlijk wel laag. Nou, dat wordt hier wel bevestigd. Die valt dus ook onder de Simoni-score van 1, onder de signaalwaarde. Nou, welke stoffen zijn dan verantwoordelijk? Dan wordt het wat lastiger. Ik hop even gelijk door naar de hoogste bijdrage. Voor zover ze gemeten zijn, de gewasbeschermingsmiddelen, dan is duidelijk dat de toxiciteit dus wordt veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen. En daarnaast triclosan, dat is een desinfectant die in zeep voorkomt, dus huishoudelijk afvalwater. En verder, als je binnen de groep van geneesmiddelen kijkt, dan is het furosemide, en dat is een plasmiddel. En azithromycine, een antibioticum. Als we naar onze meetgevers in oppervlaktewater kijken, dan zien we dat in tegenstelling tot de extracten, die teruggerekend zijn naar concentratie oppervlaktewater, dat in oppervlaktewater zelf de MSPAF overal kleiner dan die 10% is. De hoogste MSPAF die we in het oppervlaktewater zelf hebben aangetroffen, dat is in de Overijsselse Vecht. Daar is een breed pakket geanalyseerd, ook de microverontreinigingen zijn daar geanalyseerd. Die heeft een MSPAF van 8,5%, dus onder de 10, maar toch vrij hoog. Maar wat je daarvan ziet is dat die MSPAF weer wordt bepaald door met name aluminium, zink, ijzer, dus metalen en ammonium. En ook wel furosemide trouwens. Maar die metalen en ammonium die zijn zelf al verantwoordelijk voor een MSPAF-score van orde grootte 2-4%. En zo kom je snel aan die 8,5%. Dus ondanks dat ook hier microverontreinigingen gemeten zijn, komt dat niet echt tot uiting in die scores. Henry, kijk even, Henry, waar ben je? Wat, heb ik nog tijd om dit te delen? Of? Ja, hartstikke goed. Nou, het heeft een schat aan informatie opgeleverd. Maar liefst 5 pagina's discussiepunten in de rapportage. Voor degenen die hiermee aan de slag willen, echt raadzaam om daar kennis van te nemen. Dus dat kunnen wij dan wel toesturen. Om te beginnen vergt dit erg veel expert judgment om heel veel waarnemingen te kunnen verklaren. Dus daar is denk ik ook wel het maximale uitgehaald. En wat verder, waar nogal veel discussie over gevoerd is, dat is dat er toch landelijk nog wel verschillende inzichten zijn in de wijze waarop je gaat monsteren. Naast de twee type passive samplers die ik genoemd heb, is er nog een derde. En er zijn dus verschillende methodieken waarop de monsters verzameld worden. En dat is wel van invloed op je resultaten. Dus dat is toch goed om daar nog aandacht aan te schenken. En wat ook veel over discussieerd is de wijze waarop je van die passive samplers, die extracten, hoe je dat gaat terugrekenen naar je oppervlaktewaterconcentratie. Erg technisch allemaal, maar wel belangrijk. Het derde punt, de Simoni-score, ja, die is wel gevoelig voor het aantal bio-SC's wat je hanteert. En wat daarbij eigenlijk enorm opviel, is dat de veldtest met waterflooien, die in het water dus, in het oppervlaktewater zelf wordt uitgehangen, dat die een hele zware stempel erop drukt. Die heeft een zware weging. Maar die veldtest is ook wel gevoelig voor veldomstandigheden. Temperatuur,
het zuurstofgehalte, maar ook de stroming. Die zijn allemaal van invloed op de uitslag van die test. Dus dat is wel een belangrijk punt om in de gaten te houden. Nou, en als laatste, de MS-PAF-methodiek, ja, die is gebaseerd op acute toxiciteit. Er zit wel wat chronische toxiciteit in verdisconteerd, maar toch, uit de literatuur zijn gewoon heel weinig chronische effecten bekend. En die valt dus ook heel lastig in de systematiek in te brengen. En dan is toch de vraag, met die geneesmiddelen, die zijn vaak laag in concentratie, maar wel permanent aanwezig, worden die dan toch niet onderschat, die chronische effecten? Nou, nog één puntje om op te letten. Vooraf alle aandacht daar besteed, maar toch, er dreef toch een passive sampler op een gegeven moment was er weg. En de verdenking gaat toch uit naar de eigen maaiboot. De eindbevinding, zijn de onderzoeksvragen beantwoord? Ja, zonder meer. We zijn hier heel tevreden met dit onderzoek. De effecten zijn duidelijk aantoonbaar, grotendeels op goed te plaatsen. Maar het heeft ook heel veel aanvullende inzichten geleverd. Die duiding van die mate van effect, ja, dat heeft prima gewerkt, zolang je het maar onderling vergelijkt. Met de landelijke benchmark, ja, die was er niet. Er zijn gewoon nog te weinig onderzoeken uitgevoerd, dus daar kunnen we slecht mee vergelijken. En dat vergt ook eenduidigheid natuurlijk, moeten die onderzoeken ook op dezelfde wijze worden uitgevoerd. Nou ja, die overschrijving van de Simoni-score, het is voorlopig ook een arbitraire waarde. Het moet straks een werkbaar geheel worden, dus dat is voor ons voorlopig ter kennisname. En dat is tot slot, welke stofgroepen zijn dan verantwoordelijk? Daar zijn wij toch wel met wat vragen blijven zitten. En dat zit hem met name dus in van die chronische toxiciteit van die medicijnen. Zit dat er echt goed in? We hebben niet de indruk dat het hele beeld gaat kantelen hoor. Dus dat die bijdrage van die geneesmiddelen nou zo heel veel groter moet zijn ten opzichte van die gewasbeschermingsmiddelen. Dus daar zal inderdaad wel een paar factoren tussen zitten. Maar het is nu wel heel erg klein, het effect van die geneesmiddelen. Dus dat blijft toch lastig voor de interpretatie. Ik denk dat dit mijn verhaal was. Ja. Dankjewel Arjan. Het geeft weer een ander beeld op geneesmiddelen dan de andere verhalen en alle chemische metingen. Er is ruimte voor een paar vragen. We proberen het even zo te doen, dan schieten we wat tijd. Daar achterin is een vraag. Ja, kun je me horen? Ja hoor, prima. Okay. Ik ben Gert-Jan Bosman van Linnea. Ik vind de concentraties geneesmiddelen die je meet met die passive sampler wel erg laag. Hoor. Het hoogste was 800 nanogram per liter. Dat is minder dan 1 microgram per liter. Ja, dat is toch. Ik denk dat je met steekmolens veel hogere concentraties had gemaakt. Ja, maar dit is teruggerekend in oppervlaktewater, dus niet in de extracten. Dat snap ik, maar als je steekmolens had genomen, ik vraag me namelijk af hoe goed die passive samplers dat concentreren. Ja, er zal ongetwijfeld een foutmarge in zitten, want het is heel erg lastig. Ja, ja. Ja, ik kan hem niet duiden, ik kan hem niet aangeven hoe groot de foutmarge is. Als je kijkt naar regionale water met steekmolens, zie je concentraties tussen de 31 microgram per liter. Ja, nou, dat is onze ervaring niet. Zat minder. Oh, nou, dan zitten wij misschien in het schone gebied. Ja, je had ernstige invloedige systemen. Je moet meerdere microgrammen per liter aan geneesmiddelen hebben. In dat soort water. Misschien niet voor de discussie of voor in de koffiepauze met verder uit de discussie. Nog één andere vraag? Niet meer. Arnoud? Ja, hier ook wel een aansluit. In hoeverre, als je een toxiciteitsmeting hebt, werkt een passive sampler als je het over metabolieten hebt. We hebben vanmorgen al dat metabolieten langs horen komen. Zo'n passive sample kan je testen, de recovery op die componenten die je wil weten. Maar in hoeverre weet je nou zeker dat je metabolieten er ook aan zitten en dus de werkelijke toxiciteit meet? Ik weet niet in hoeverre dat je hier een onderscheid moet maken tussen de uitgangsstoffen en de metabolieten. Op zich, je verzamelt het op basis van de eigenschappen van die stoffen. Ik denk niet dat een metaboliet per definitie andere eigenschappen moet hebben dan de uitgangsstoffen. Maar wat je wel en niet meepakt, we zien dus inderdaad variatie ook tussen de speeddisk en de siliconenrubber. De ene is voor de iets meer oplosbare stoffen en de andere voor de wat minder goed oplosbare stoffen. Ja, wat je mist weet je niet. Anja Dersen die heeft het uitgevoerd, die specialist, misschien kun je er iets over zeggen. Maar... De verschillende stoffen moeten worden opgenomen in de sampling. De steekmonsters mee mis je sowieso natuurlijk heel veel met preparaties. Dat is goed. Goed, nog veel te onderzoeken. Maar we gaan weer verder. Bedankt nogmaals, Arjan.